Het hele jaar voor getraind. Vandaag zou ik pieken, maar helaas. Op veld 11 van de ijsclub Zoeterwoude werd zondag voor de 38e keer de Jan van der Geest Cross gehouden. Leden van de ijsclubs uit Zoeterwoude en Stompwijk en inwoners van het dorp reden op de crossfiets rondjes om en over de baan. Bij de jeugd legde Finn Bauer het parcours het snelste af. Hoe ging het? Ja, goed. Wat is je geheim? Nou, eigenlijk niet echt gewoon heel hard rijden. Bij de start begin je gewoon heel snel en dan moet je eigenlijk zo lang mogelijk volhouden. Hoe oefen je dit nou? Nou, gewoon elke week op woensdag trainen en dan soms zaterdag een wedstrijd. Hierna was het de beurt aan de volwassenen die 30 minuten om en over het veld reden. Het gaat om 30 minuten en een ronde, dames en heren. Bij de 30 minuten gaan we bellen. Dan moet, daar is trouwens weer een valpartij verderop zo te zien. Pim heeft een half borst aan zijn wiel hangen. Wil je dat wel straks inleveren, Pim? Niet mee naar huis nemen. Voor het derde jaar op rij was het Michael van Strien die op de eerste plaats eindigde. Derde keer, weer eerste. Weer eerste, ja, ik ben er blij mee. Hoe heb je dat gedaan? Hard fietsen. Hard fietsen en goede voorbereiding. Dus dat ging goed. Ja, 3 jaar achter elkaar, 3 jaar van heel verschillend weer, hè? Ja, zeker weten. De eerste keer hadden we sneeuw. Vorig jaar hadden we veel regen. En nu is het lekker droog en wel wind, maar daar heb je weinig last van. Dit jaar het beste weer? Ja, zeker. Zeker, ja. Nieuwkomer Annieke Honsbeek was de snelste vrouw. Eerste keer dat je meedoet en meteen eerste. Ja, nou, bizar. Het was echt super zwaar. Het was echt fantastisch, maar het was echt heel zwaar. Word je niet heel vies tijdens een tocht? Ja, maar dat doe je wel weer uit. Dat geeft niet. Dat vind ik wel lekker eigenlijk. Je bent wel de deelnemer met de meeste pech, hè? Ja, vandaag wel, ja. Ja. Wat gebeurde er? Nou, mijn ketting brak direct na 15 meter na de start zo'n beetje. Dus dat was wel heel snel klaar.